besloten om, om wat later te beginnen met een academieteam. Dus vanaf de onder 12. Dat betekent dus dat spelers later instromen. En dan is het zonde als je daarvoor niks onderneemt. Dus we hebben besloten om in de jongere leeftijdscategorieën trainingen aan te bieden. Dat doen we eens in de week. En dat doen we richting een veel grotere groep kinderen dan dat in een team speelt. En op die manier is ons belang dat het instapniveau als ze in de onder 12 terechtkomen wat hoger ligt. Dus dat is één pijler binnen het regioplan. En de andere pijler is de kennisdeling richting trainers in de regio, richting beleidsbepalers van amateurverenigingen. Om op die manier ook een slag te slaan in de kwaliteit binnen de opleiding in de regio. De groep kinderen die we trainen is ongeveer tussen de 150 en 200 kinderen per lichting. Daarbij starten we vanaf de onder 9. Nou, we hebben natuurlijk de onder 10 en onder 11 daar achteraan. Dus dan ga je toch richting de 400 tot 500 kinderen die we eens in de week momenteel aan het trainen zijn. We hebben bewust voor gekozen om dat niet centraal te organiseren, ook gezien een groot aantal kinderen, maar ook gezien de reisafstand. Dus we hebben geografisch hebben een aantal locaties gekozen. Dat zijn er na de winterstop zullen dat er 9 zijn. En dan op iedere locatie zullen dus ongeveer 20 tot 25 kinderen per lichting zullen daar gaan trainen. We hebben vanuit de academie hebben we voor iedere locatie een coördinator aangesteld vanuit ons. En die is verantwoordelijk om de kwaliteit te bewaken binnen de trainingen. Maar ook zeker de regiotrainers dus te begeleiden. En die regiotrainers die zijn van de amateurvereniging, van onze partnerclubs die we hebben. Dus die worden in de praktijk begeleid door de coördinator. En de regiotrainers krijgen daarnaast ook nog een zestal bijeenkomsten vanuit ons. Ja, dat gaat over de visie en werkwijze die we hanteren binnen de academie. Oké, en is dat een bewuste keuze dat die trainers vanuit de amateurverenigingen komen? Ja, je creëert daarmee een win-win situatie. Of eigenlijk drie partijen worden daar beter van. En wij hebben natuurlijk de bemanning voor de trainingen. De regiotrainer die kan zich op een hele mooie manier doorontwikkelen in zijn rol. En ook de partnerclub krijgt daar in principe dus een betere trainer van terug. Als die trainer een jaar lang heeft meegedraaid bij ons, zal hij toch dingen beter gaan doen en dingen ook gaan toepassen bij zijn eigen team binnen de partnerclub. Ik ben coördinator regio Oost. Daar heb ik 5 trainers onder mij. Op dit moment trainen wij bij Berghuizen. En daaruit moeten de trainers ontwikkelen we verder. En daaruit de trainers ontwikkelen weer de spelers verder. En op welke wijze stuur jij die trainers dan aan tijdens de regio training? De trainers maken hun training van tevoren met oefeningen. Die brengen we samen. Daar heb ik uiteindelijk wel leiding over en controle over van wat voor training we laten zien. En wat voor training we op het veld laten zien. En uiteindelijk gaan we daar het voor de training met de trainers bespreken van de training. En na die tijd bespreken we de training ook nog na. Okay, en hoe wordt het dan echt in de praktijk gebracht tijdens de trainingen zelf? Zoals ik net zeg, we spelen alles vanuit wedstrijd echte vormen. Dus het zijn niet van pionnetje naar pionnetje. Het is allemaal gelijk met directe weerstand van tegenstanders. Om elke keer zo hoog mogelijk de weerstand toe te passen in de trainingsvormen. Wij hebben onder de 9, onder de 10 en onder de 11. En vanuit daaruit spelen we. En we hebben daarnaast competitierondes. Vanuit die competitieronde spelen we tegen andere regio's. Met de eigen lichtersgroep, dus onder 9 tegen onder 9, onder 10 tegen onder 10 en onder 11 tegen onder 11. Het algemene doel van het regioplan is om het algehele niveau in de regio omhoog te tillen. Nou, dat doen we op een directe manier door met een grote groep kinderen op het veld aan de slag te gaan. Maar hier zit ook een indirecte beïnvloeding in. Hè? Dus die trainer leert bij ons iets, maar dat pas je ook weer toe bij de 15 tot 20 spelers die bij zijn eigen club aan het trainen is. Dus. Wie weet dat ze daarnaast ook bij hun collega trainers bij de amateurvereniging ook weer verder helpen. Dus uiteindelijk hebben we wel een hele grote olievlek die we creëren. Dat we wel zorgen dat overal in de regio dat de spelers steeds beter ontwikkeld worden.